Eigenlijk overheerst de angst, moet ik eerlijk toegeven. Echt bang ben dat er toch op een burgeroorlog uitloopt. Ernst Pieper heeft een onrustige tijd. Hij maakt zich grote zorgen over zijn vrienden in Kiev. Continu volgt hij de berichtgeving op internet en televisie. Het is allemaal erg herkenbaar voor hem. Hier loopt de Krizhatyk, hier voorlangs. Dat is de grote weg door het centrum. En dit is Maidan. Dat is dus het vrijheidsplein, zeg maar, het onafhankelijkheidsplein. Pieper was een maal of 10 in Kiev. Hij kent de stad op zijn duimpje. De gemeentehof van Twente heeft al jarenlang een vriendschapsverdrag met Kiev. Het is de erfenis van destijds de gemeente Goor die de eerste stappen op dit pad heeft gezet. De vriendschap kreeg vooral een muzikale en culturele invulling. Vanmorgen nog weer geprobeerd te bellen en dat lukt gewoon niet. Het is op het moment heel erg moeilijk. Dus we weten ook niet van onze vrienden die we daar regelmatig spreken en ontmoeten hoe de toestand is op dit moment. Helpen of niet, het is een duivels dilemma voor de Goornaar. En wat moet je dan doen? Wat kun je doen? Voorlopig rest niets anders dan leidzaam toezien hoe de bevolking elkaar bevecht en de stad in brand wordt gestoken. Afgelopen zomer zijn we nog geweest met de Twents Jeugd Symfonieorkest. En je ziet gewoon als je daar bent, dat er de corruptie overal toeslaat. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. En dan krijg je dit soort toestanden. Ja, ik vind het heel eng. De angst straalt uit uw ogen. Ik vind het gewoon ook heel triest. En, je kunt hier niks doen. Je zou wel willen, maar je kunt helemaal niks. En het heeft ook niet zoveel zin. Want de contacten die we hebben zijn allemaal heel persoonlijk. En als je de mensen niet kunt bereiken, dan houdt het op. Tientallen gezinnen in de gemeentehof van Twente houden hun hart vast. Ze hebben jarenlang als gastgezin onderdak geboden aan de inwoners uit Kiev. En andersom. Ze sliepen bij hen thuis. Zij die nu het slachtoffer dreigen te worden van kogels en terreur. Dit plein ligt precies in het centrum van het district waar wij de vriendschapsbanden mee hebben. Dus ik ken de weg, ik ken alle plaatjes, de webcams die je ziet. Ik weet precies waar het is en wat er aan de hand is.